Hi, deze week gaan we een nieuw make-up look doen en dat is de Egyptische look. Voor de Egyptische look gebruiken we een eyeliner. Maar voordat we een eyeliner gaan gebruiken, gaan we het eerst schetsen met een zacht bruine oogschaduw. Dan trekken we het over met de eyeliner. En dat doen we omdat de ogen vaak verschillend zijn van elkaar. Je hebt altijd een linkeroog en een rechteroog, wat ook niet gelijk is. En door het eerst te schetsen met een zacht bruine oogschaduw, kan je het ook weer gelijk maken. Ja, dat je niet twee verschillende ogen ook hebt wanneer je ze opmaakt. Vervolgens maken we het af met wat oogschaduw en daarvoor gebruik ik lichte tinten. Succes allemaal bij het maken van deze Egyptische look!